natuurlijk nog leuk als, als we nog een stuk spelen. En... Nee. Ja. Nee. Ja. Nee, maar leuk om ook te vertellen. Ik heb toen ik een jaar of 12, 13 was, kreeg ik via mijn broer kreeg ik een LP. En dat is natuurlijk al 100 jaar geleden, want ik ben al niet meer zo jong. Van Oscar Peterson. En dat was muziek die me meteen aansprak. En het leuke was dat... dat is altijd mijn held op piano gebleven. En dan ga je al zijn muziek verzamelen en noem maar op. En ik heb een keer de eer gehad, of twee keer om precies te zijn, om Oscar Peterson persoonlijk te kunnen ontmoeten. En om gewoon een uur met die man aan tafel te zitten. En gewoon over muziek te ouwehoeren. En gewoon dat je denkt, Jezus, dat is dan je held. En dan zit je tegenover aan tafel. En ik mag nog ineens de schoenen poetsen. Ik kom nog ineens in de buurt van zijn pianospel. Nee, dat was een pianist. Allemaal muziek. Ja. Nee, ja, maar laten we even luisteren. Oké. Okay. Ja, maar dat weet ik. En, nou ja, om even mijn verhaal af te maken. Ik ontmoet de man en mijn vrouw die staat met een geleend fototoestelletje foto's te maken waarvan het toestel het ene keer wel doet en de andere keer niet. Maar er waren een paar foto's in ieder geval om dat moment vast te leggen. En dat is hartstikke, als ik u nou vertel, dat, misschien kunt u het zich voorstellen dat, dat als je mijn dochter, helemaal Michael Jackson freak, zo zat ik met Oscar Peterson aan tafel. Dus dat is gewoon een onwijs bijzonder moment. En dat zul je nooit vergeten. Nou, iedereen kent, mag ik hopen, een heleboel onder ons wel Oscar Peterson. En iedereen weet ook hoe virtuoos de man piano speelt. Hij heeft een fabuleuze techniek. En een niet voor te stellen harmonische perceptie. Maar wat een heleboel mensen weer niet weten is... dat hij heeft ook heel veel composities op zijn naam staan. En ik ga met Erik, of althans, ik zou graag met Erik. Ja, ik bedoel, je moet je collega-muzikant ook altijd in ere houden, want met zijn begeleiding, dat geeft zo'n ontiegelijk goed tapijt voor een pianist om dingen neer te zetten. Wil ik graag een compositie van Peterson gaan spelen en dat is getiteld If You Only Knew. Thank you.
Thank you.